Ja, hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Blivius, en wat is dit lang geleden? Let's play Euro Truck Simulator, dames en heren. Het is wel zo lange tijd geleden, maar ja, de reden dat het zo lang geleden is, is omdat de frames het niet meer goed deden bij mij. En ja, nu is er een update uitgekomen van mijn opnameprogramma en doet gelukkig alles het weer. Daar ben ik zo blij mee. En laten we meteen even kijken of er wat te doen is. We zijn nu nog in Amsterdam. Dus we gaan eventjes kijken in het vrachtwagencentrum wat er allemaal in Amsterdam te doen is. Dus even kijken, Amsterdam. Even kijken, ik wil niet meteen heel ver gaan rijden. We kunnen naar Bremen heen gaan, dat is in Duitsland. Even kijken, we hebben nog meer. Merts. Nog een keer Merts. Londen natuurlijk nog. We gaan aan de andere kant rijden. Ik denk dat we gewoon lekker gaan naar... hoe heet dat? Naar Bremen. Naar Duitsland. En dat doen we dan met roomijs. Ja, waarom ook niet, hè? Gewoon lekker roomijs. Dus even kijken of alles nog direct werkt. Tracker werkt, alles werkt. Dat is mooi. Deze kan wel weg. Dankjewel. Die kan eigenlijk wel uit, inderdaad. Eens even zien. Dit is groot licht, dat is niet nodig. Zo. Huppakee. Nou. Als het goed is zijn we helemaal uitgerust. En kunnen wij nu meteen de weg op. En dan is het gewoon de navigatie volgen, dames en heren. En kijken wat we allemaal tegen gaan komen. Onze tank zit verder gewoon compleet vol. En we hebben 2 navigaties zelfs om naar te kijken. Dus ja, hoe zou je het willen hebben? Dat is wel een beetje overdreven misschien. Misschien dat ik hem de volgende keer er gewoon uithaal. Maar voor nu zit hij erin en blijft hij er ook eventjes in zitten. Zo, nou. Wel grappig zo'n dubbele navigatie, want je komt het niet heel erg vaak tegen. Maar ja, je moet toch een keer iets of niet soms, dames en heren. Goed, we gaan dus nu eerst eventjes doorrijden en dan gaan we eerst naar LKW om ons spul op te halen. Hier in het mooie Nederland zijn we nog. Nou, en ook al zijn we in Nederland, stoplichten, die blijf je nou eenmaal tegen zitten. Kun je helaas niet gek veel aan doen. Wel een beetje wennen dat niet alles meer automatisch gaat eigenlijk, want ja, normaal gesproken ging je altijd automatisch optrekken, of een beetje optrekken, maar dat is nu natuurlijk niet meer zo. Dat is wel grappig. Nou, wij moeten hier linksaf. Dus dan gaan we even netjes voorsorteren. Om ons nog in het vak voor linksaf te kunnen staan. Dat is mooi dit. Stoplichten die een keer meer werken. Dat kom je ook niet heel vaak tegen hier. Maar toch wel fijn als het is gebeurd. Zo, wij moeten hier zijn bij LKW heet dit. LKW betekent echt gewoon lange vrachtwagen in het Duits. Maar... Zo. Even op N te drukken. En dan nemen we inderdaad deze mee naar Bremen toe. Het is een snelle opdracht. Eens even kijken. Hij staat daar. Zo, laten we ons daar even snel gaan aankoppelen. Waarom doe ik elke keer mijn knipperlicht aan? Is dat automatisme of zoiets dergelijks? Oké, eventjes aankoppelen dat ding. Poorten heffen, dat is wel makkelijk, ja. Nou, voor de mensen die graag aan de buitenkant willen zien de vrachtwagen. Ik heb er even dit van gemaakt. Ik vind het op zich hartstikke mooi. Ik weet alleen niet waarom de andere lichten niet aangaan. Maar dat zal wel aan mij liggen. Maar ja, zo. Even de volle lichting aan. Nou, kijk eens aan. Zo'n hartstikke mooi ding, of niet soms? Vind je ook niet? F12. Ik zeg een screenshot. Hoppatee. Nou, ik ga eventjes weer terug naar de cabine heen. En dan vertrekken maar. Met, zoals ik al zei, een dubbele navigatie. Je komt er niet vaak tegen in een vrachtwagen, maar hierdoor lekker toch. Ik had laatst ook gezien dat je trouwens van die automatische poorten hebt ofzo, maar ik heb ze hier nog niet voor elkaar gekregen. Ik weet ook niet precies hoe het werkt nog. Maar goed, daar kijken we dan een andere keertje even naar. Nou, even een vrij brede bocht was dit. Nou, een beetje doorrijden, vriend. Nou, gelukkig hebben ze hier nu stoplichten neergezet. Daar ben ik al lang blij mee, want de vorige keer toen ik dit stukje moest doen was echt een ramp namelijk. En dat is al heel lang geleden, moet je nagaan. De handrem hoeft er niet eens op. Het is gewoon automatisme dat je nu de handrem erop zet. Dat heb ik uit Firmbus natuurlijk heel erg veel meegenomen. Maar dat is nu, ja, het is gewoon compleet niet meer nodig dat de handrem erop gaat. Tevens zijn de stoplichten ook, ja, dit is toch fijn. Hoef je niet zo lang te wachten. Het stoplicht staat al op groen, hoppatee. Nou, daar komt niks. Zo, en dan moeten we hier zometeen af en dan gaan we de A10 gaan we op. Niet hier trouwens, we moeten nog eentje verder. In de richting van Duitsland gaan we, hè? Dus Osnabroek en zo. Zo, kijk eens aan. Nou, komt een beetje de goede oude tijd. Kom weer terug, dames en heren. Zoals ik al zei, Euro Truck Simulator. Echt een hele poos geleden weer dit. Moet ik even kijken hoe ik alweer de kilometer of de dinges hierop zet. Je kon nu ook altijd de dingen opzetten, hè? De cruise control. Geen idee welke knoppen ik daar ook weer voor heb. Volgens mij iets met links en rechts of zo. Was er iets met driehoekje en rondje. Maar ik kom er vanzelf achter, denk ik. Even kijken, volgens mij was het niet deze, of... Toch wel, nice! Nou, ik heb het nu op 80 staan volgens mij. Ja, dit is echt cruise control. Zo, dit is 80. Nou, we mogen hier ook 80 rijden, dus dat komt altijd wel goed. En zoals ik al zei, we gaan dus naar Bremen heen en wij hebben vandaag meegenomen, hoe heet het ook alweer? Wat hebben we ook alweer meegenomen? Iets? Ja, sowieso iets, ja, maar... Hoe heet dat spul ook weer? Oh ja, roomijs hebben we meegenomen, dat was hem inderdaad. Ja, misschien moet jij maar gewoon even stil blijven staan, vriend. Ja, of je doet het zo, hè. Geen probleem. Kun jij weer lekker invoegen, of niet? Nou, het is heerlijk zo rijden in de avond. We kunnen een behoorlijk eind rijden met onze tank. 1800 kilometer maar liefst. En volgens mij zijn we nog ergens in Nederland, maar ik weet niet precies waar we in Nederland zijn. Nou ja, vlakbij knooppunt Beekbergen in ieder geval. Ha, de A1. In de richting van Deventer en zo. Oh, we rijden dus over de A1, dat is ook wel leuk. Ik bedoel, de A1 heb ik ook heel recent nog over ingereden hoor. Toen moest ik vanuit Amsterdam moest ik helemaal naar Hengelo heen. Dus dat doe je uiteraard dan over de A1. Maar toen was ook nog een keer een ongeluk gebeurd ook nog. Dus had ik echt zoveel pech. Stond namelijk een half uur lang stil in de file. Was best wel een ernstig ongeluk ook nog. Veel politie en wat was er nog meer? Ambulances, brandweerwagens. Dus ja, daar was niet niks in ieder geval. Ha, de N35 richting Hengelo Enschede. Ja, ja. Dat is de A35. Maar leuk detail, leuk detail. Ik vind het echt wel vreemd staan hoor, de N35. Ik weet zeker dat het de A35 is, maar goed. Maakt niet uit, we rijden gewoon lekker door. Nou, als je Hengelo Enschede ziet, dan weet je al dat je vlak aan de grens van Nederland zit. Want dat is altijd zo namelijk. En ik zie nu al een cirkeltje. Nou, is dat niet misschien een klein beetje te vroeg gejuicht om nu al het eindbestemming aan te kondigen? De altijd belangrijke reclame van Bob. Ben ook bezopen. Ik bedoel, natuurlijk bereiden onder bier. Nee, ook niet. Wat is het ook alweer? Ik weet niet wat origineel is tegenwoordig. Nou, we komen in de buurt van de Nederlandse grens zo te zien. De grens Nederland-Duitsland. Laten we wel wezen, zo ziet de grensovergang natuurlijk normaal gesproken niet uit, maar voor vandaag wel eventjes. Goedkope benzineprijzen hebben ze hier. Goeiedag, hé. De Rijn ook inderdaad, ja. Maar alsnog netjes de snelheid van 80 km per uur aanhouden natuurlijk. Dan zijn we hier gewend. Nog steeds hier rechtdoor gaan, prima. Ik zou alleen niet weten waarom ik die dubbele navigatie nou erop heb gezet. Is in mijn ogen een klein beetje onnodig, dus misschien dat ik hem voor de volgende keer gewoon weghaal. Want een dubbele navigatie heeft natuurlijk niet echt heel veel nut. Maar we moeten hier nu wel af. Want ik zag al afslag Bremen hier staan. Kijk, daar is hij al. Nou, zo, nog eventjes hier doorgaan. En dan zie je afslag Bremen. Beetje krapje zie je, maar dit moet goed gaan, toch? Zo, kijk eens aan. Zo, en weer terug de autobaan op. Wat zeg, gaan we nou de bult op of zijn we iets langzamer dan normaal? Maar we gaan dus de bult op. Oh, Bremen is rechtdoor. Mijn fout. Ik moet natuurlijk wel een klein beetje opletten met wat ik aan het doen ben precies. Weet je, dit rijdt ook gewoon wel heerlijk rustig, of niet soms? Ik bedoel op zich niks geks aan het handje of wat dan ook. Gewoon lekker rustig rijden in de nacht. Niks fijner dan dat, toch? Voor de mensen die zich afvragen waarom de vrachtwagen zo stil was, dat kwam omdat de cruise control automatisch voor ons aan het afremmen was. Heel fijn is dat. Ik moet zeggen dat het vrij warm buiten is voor een avond. Het is volgens de vrachtwagen nu 15 graden in de nacht buiten. Dus nou ja, voor Duitsland is dat op zich nou, best wel warm. Dreieckstuur. Dreieck is sowieso iets met driehoek. Dus dat betekent een van een knooppunt of een kruispunt. Op zijn Duits. Bremen is nog rechtdoor, zegt hij. Nou ja, vrachtwagens mogen niet meer inhalen. Dat was ik sowieso niet echt van plan. Bauhaus, dat is inderdaad dat is een Duitse klusmarkt, om maar zo te zeggen. Bauhaus heb je ook in Hengelo, bij het oude expo-center en bij de IKEA. Daar heb je nu ook Bauhaus. En ja, Bauhaus is ongeveer hetzelfde als wij in Nederland, zeg maar, de Gamma of de Praxis hebben bijvoorbeeld. dat hebben hun dan met Bauhaus. Nou, Hannover is al een stukje verder rechtdoor, maar daar hoeven we gelukkig niet naartoe. Onze weg gaat alsnog naar Bremen. In Bremen waren we laatst ook nog geweest met Fanbus Coach Simulator. Of gaan we nog heen? Ligt eraan welke video als eerste komt. Ah. Hey, daar heeft volgens mij een trein nog niet soms. Kan niet missen, denk ik, over zo'n brug met een paar draden erboven, maar je ziet ze hier niet al te vaak rijden, treinen. Hier, nog eentje. Nog een. Oh, gek huis. Dat lijkt me weer op een goederentrein, maar wel nice. Dus we rijden nu gewoon letterlijk even onder een trein door. Nou, we hebben nu al sowieso iets van 370 kilometer erop zitten, dus dat is al best wel veel. Eens even kijken, Hamburg, Zotho, ja, het zal wel. Ik dacht echt dat wij naar Bremen heen moesten, maar... Wel eerst, dit is wel een gigantisch groot knooppunt, moet ik zeggen. Jeetje mine. En het is al, ja, voor mij zien we de zon in het verte al opkomen, of niet soms. Het is dan inderdaad iets van, ja, ik weet niet of normaal gesproken de zon zo vroeg opgaat, om 15:15 ochtends, maar... Ja, moeder natuurlijk doet soms heel rare dingen, of niet soms, dames en heren. We kunnen wel even kijken waar we precies zijn. We kijken gewoon op de wereldkaart. Oh, kijk eens aan. We zijn al vlakbij. Oh, we hoeven niet zo ver meer. Met nog 32 kilometer hoeven we nog te gaan en dan zijn we er al. Ik kon gewoon net zo goed niet kijken waarschijnlijk. Autohof. Oh, netjes. Geen idee wat het is, maar welkom in het Autohof. Ja, hier mogen wij eraf. Volgens mij moeten we nog wel eventjes hier af en zo. Dat ding zegt wel dat we terug moeten. Kijk, ik dan al verkeerd of hoe zit dit precies? Zullen we snel op de kaart kijken? Want volgens mij doe ik namelijk wel goed, maar... Even kijken. Oh, het is een heel klein mini-straatje. Oeps. Foutje. Ik zag het, dat heb ik echt niet gezien, joh. Want volgens mij kan ik er via hier niet komen, of wel soms. Alhoewel. Grote kans dat ik er wel kom. Ik had ook natuurlijk via een ander weggetje kunnen doen, maar goed. Oh. Jongen, ben er toch al? Ik ben zelfs voor jullie aan het spook rijden desnoods. Wat de hel hoor ik hier? Wordt hier gewoon muziek afgespeeld ofzo? Oh nee, met die snelle levering te maken. Lol. Oh, stop, stop. Oh, oh. Dit was het goed hoor. Zo. Even op de tekenop drukken en hoppatee, loskoppelen. Ja, dat was wel een hele, ja. Een hele krappe bestelling was dat. Maar we hebben hem wel netjes gehaald, gelukkig. Zo. King of the road, indeed. Goed, dames en heren. We zijn hier netjes aangekomen op het, ja, op het tankstation, om zo te zeggen. Ik hoop dat jullie kunnen genieten van de episode. Ik in ieder geval wel. Als jullie dat ook hebben, doen even een blauw duimpje omhoog. Als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je graag meer van mijn episodes zien, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Zo tegen iedereen wil zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.